Yoga teacher training, dag 6. Puppies. Die in het zand aan het spelen zijn. Een van de mooiste dingen die ik bij yoga heb geleerd en die ik echt een soort van voel, is als je gewoon positieve, happy energie uitstraalt, dan voelen dieren dat ook. Hello, happy. Nee, ik wil op zich niet met je spelen, want je bent heel smerig. Maar je bent wel heel schattig. Cutie. En een van de dingen die ik het allermooiste vind, is dat de zon zo door de bomen schijnt. Prachtig. Sinds Indonesië ben ik echt bang geworden door straathonden. Omdat ik daardoor 4 of 5 honden achtervolgd ben. Op mijn motortje zelfs. Maar ja, dus door yoga heb ik geleerd van, weet je, gewoon positieve energie. En dat gewoon ook, om dat ook echt vast te houden. Als je je angstig voelt of boos of zo, dan moet je dus heel goed ademhalen. Weet je wel, we hebben geleerd. Dus eerst buik, borst en langzaam uitademen. En dan merk je vanzelf al dat die emoties, zeg maar, beginnen te zakken. Blake, die heeft me ook deze geleerd. De Caesar Milan. Wat was er nou nog meer? Oh ja, dat zei Blake ook nog. Schouders naar achter of zo. Hij zei, ik weet niet wat het is met honden, maar op de een of andere manier, als je schouders zo naar achteren doet en echt gewoon stevige borst hebt, dan, ja, dat respecteren ze heel erg of zo. Dus zelfs zo'n groep van 4 of 5 honden kan je daarmee dan aan. Ik ben er weer. Even de trap oplopen. Hoe relaxed is deze omgeving? Ik bedoel, yoga is sowieso relaxed hoor, maar dit. Elke keer als ik uit het raam kijk, dan heb ik echt het meest zen uitzicht ooit. Kijk nou, wacht. Het is vooral aan deze kant. Dus dan zeg maar, dan kijk je uit het raam en dan zie je gewoon palmboompjes. En een blauwe lucht. Awesome. Wow, dit is echt super vaag. Ik kom hier aan en de leraar vraagt, wat is er gebeurd? Dus ik zeg, hoezo? Het is 6 uur. Hij zegt, nee, het is 7 uur. Ik kijk op mijn telefoon, er staat gewoon letterlijk 6 uur. Ik zeg, nee, ik weet niet wat er met mijn telefoon gebeurt. Dus dit is, hij stond gewoon 6 uur. Ze zeggen allemaal, nee, het is 7 uur. Perfect vaag. Ik heb hem nu maar gecorrigeerd. Echt heel vaag. Come back to the posture. Other arm back. Balance. Within 2 days, it will work out. Dat was echt een hele relaxte sessie. Yoga is soms echt net een Rubik's Cube. Soms moet je even terug om weer vooruit te kunnen in bepaalde postures. Of soms moet je net weer iets verder oefenen met een of een andere houding. Om weer verder te komen in weer een andere houding. En ik moest vanochtend gewoon weer van een aantal houdingen de basics doen. Omdat ik gewoon te vast zit. Maar ja, in andere houdingen gaat het juist weer beter. Ik kon gaan eten. Ik heb honger. Vandaag hebben we als ontbijt okra, puttu, rijst, dauw en bananen. Heel even een dutje hoor. Astrologie en andere bijgeloven zijn eigenlijk ook damn sick. Dus die brengen je ook niet naar een hoger bewustzijn. Maar ik vind het zelf altijd wel heel verleidelijk, moet ik zeggen. Ik ga nu weer terug naar de middagsessie. Eerst theorie. Zo kan je natuurlijk ook gewoon je was ophangen. In een paraplu. Zie je, iedereen is vet blij dat de zon weer schijnt. Kunnen ze weer de was doen. Wow, ik heb vandaag zoveel dingen geleerd. Alles wat je om je heen ziet bestaat niet. Het bestaat alleen maar omdat je ego je laat weten dat het bestaat. Of omdat je ego het je doet laten geloven dat het bestaat. En we zeggen heel vaak mijn. Maar mijn is stelen. Want alles is van de universe. Het is niet van jou. De universe heeft alles gemaakt. De universe heeft jou gemaakt. Dus op het moment dat je over mijn dingen gaat hebben, dan ben je 1 aan het liegen en 2 ben je aan het stelen. En dat mag niet, want dat is niet goed voor je karma. Je krijgt echt van die Mr. Miyagi antwoorden van hem hoor. Geboorte en dood is allemaal een illusie. Het bestaat allemaal niet. De universe is gewoon 1. En als je lichaam bestaat niet. Dus geboorte en dood bestaat ook niet.
Oké, okay, in deze ga ik even uitleggen, want die vind ik wel heel vet. Je hebt een non-spiritual farmer en dat is een boer. Het is een niet-spirituele boer. En vervolgens heeft hij een droge zomer, dus al zijn oogst is gewoon verpest. Hij heeft helemaal niks. Vervolgens komt er een storm, die verwoest zijn huis. Dan komt er, zijn vrouw krijgt kanker, zijn vrouw overlijdt. En hij vraagt zich de hele tijd af, waar heb ik dit aan verdiend? Waar heb ik dit in godsnaam aan verdiend? Helemaal verdrietig, sad, alles. Oké, okay. Dan heb je dus de spiritual boer. Dus een boer die bezig is met een hoger bewustzijn. En hetzelfde overkomt hem. Zijn oogst is verpest, zijn huis is verwoest, zijn vrouw is overleden aan kanker. En het enige wat deze man denkt is, dank u wel, de universe, God, whatever, waar je in gelooft. Want je kan op verschillende manieren een hoger bewustzijn bereiken. Dank je wel dat ik dit voor mijn voeten krijg. Want ik weet dat het allemaal uitdagingen zijn om mij naar een hoger niveau te tillen. En daarom zegt hij van, als je echt van iemand houdt, dan kan je gewoon, dan wil je niet dat die persoon verdrietig is. Maar dan kan je dus zelf ook niet verdrietig zijn als iemand overlijdt. Want dan weet je dat ze naar een andere dimensie gaan. Of dat ze naar een nieuw leven gaan. En dat ze naar een hoger bewustzijn gaan. En sowieso gebeurt alles hier, niks bestaat. Elke keer als je iets vraagt van, ja, maar hoe zit dit en dit dan? Weet je, ik vroeg bijvoorbeeld van, moet je negatieve mensen dan in je leven houden als een soort van challenge of als een soort van uitdaging? En toen zei hij zo echt zo van, welke uitdaging? Je bestaat niet eens, je lichaam bestaat niet eens. Er is alleen maar één bewustzijn. Je moet alleen maar zeggen, je krijgt echt allemaal dat soort antwoorden. En dan moet je gewoon echt heel goed doorvragen en rustig blijven. Om gewoon goed antwoord te geven. Oh, trouwens, het antwoord daarop was, zorg eerst dat je stevig in je schoenen staat en dan pas kan je dat soort challenges aan. Dus in de eerste instantie moet je dus inderdaad wegblijven van negatieve mensen totdat je, zeg maar, je realiseert dat alles hier gebeurt. Dat als jij kwaad wordt, dat je eigenlijk kwaad bent op jezelf en dat je weet hoe je die woede een soort van, ja, woede is een soort van onkruid, wat je elke keer moet, hoe heet dat? Onkruidwieden, ja. En dan, dus elke keer als je kaart wordt, moet je weer onkruid wieden. En het blijft maar terugkomen, zolang je ego nog bestaat. En totdat je ego vernietigd is, ja, snap je? Het is echt, echt hele diepe shit. Ik ga morgen even vragen of hij zin heeft om een Q&A op te nemen. Maar ik vraag me af, als je daar niet elke dag doorbrengt, of je het gaat begrijpen. Want het is, soms is het zo diep. En dan moet je er ook echt een nachtje over slapen. Dat je denkt van, en soms moet je er 20 jaar over slapen. Weet je, hij zegt ook, ik heb gewoon 20 jaar over bepaalde dingen die ik van mijn leraar heb gehoord, heb ik moeten nadenken. En nu pas begrijp ik ze. En het is, ja, ik word er wel enthousiast van. Maar ik moet wel gewoon af en toe, ja, mijn ego onder controle houden. En ik vind dit soort dingen met name heel moeilijk om te begrijpen wanneer ik, weet je, Humans of New York verhalen lees. Zeker de vluchtelingenverhalen, die zijn zo indrukwekkend. En eigenlijk het enige wat je voor deze mensen zou moeten voelen, dus volgens deze theorie, is blijheid dat ze dit soort challenges voor hun voeten krijgen, omdat ze daarmee naar hoger bewustzijn worden getild. Maar ja, hoe doe je dat? Weet je, dit wens je toch gewoon geen enkel mens toe wat die vluchtelingen meemaken. Nee, ik heb 9 uur niet gehaald, maar morgen weer een nieuwe kans. Dank je. Pulling down like a river. Bring it back. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.